Goedenavond, welkom bij 1 op vrijdag. Wij gaan beginnen. Stadskanaal is er groot mee geworden. Ik heb het over Philips Stadskanaal. Het bedrijf vestigde zich 65 jaar geleden in onze regio. En we gaan in gesprek met twee oudgedienden, Ed Donga en Johan Klein. Maar Gea, we gaan eerst naar de muziek. De muziek. Vandaag hebben wij te gast Timo de Jong. Hij komt uit Leeuwarden. Hij is een solo-artiest en maakt country rock'n'roll muziek. En is geïnspireerd door de jaren 60. Maar dan in een eigentijds jasje. Hij begint vandaag met het nummer All the Way That I Want. Well, I can tell that my messages are unread. I can see your meaning to move on. I know that you've grown way past me. It didn't work and it hurt, but it's wrong. And I'm really very sorry about these things, they crawl in my brain. I chase them out and I kill them. They always come back again. Please, 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 please help me wipe away these bad thoughts. So please help me, 'cause being with you's all that I want. I've crawled these walls and I'd slip down. I'd aim at these flames, they burn. Misjudged how much this hurts us. I've died inside 'cause I yearn. And I'm really very sorry about these things, they crawl in my head. I chase them out and I kill them. They expand and flourish instead. Please, 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 please help me wipe away these bad thoughts. So please help me, 'cause being with you's all that I want. I've silenced the violence that haunts me, but these sounds are bound to come back. I see it's me who needs assistance. It'd be a shame to be afraid to ask. So please help me wipe away these bad thoughts. So please help me, 'cause being with you's all that I want. Yes, being with you's all I want. Deze week is het 65 jaar geleden dat Philips in Stadskanaal is begonnen aan beeldbuizen. 4000 fabrieksmedewerkers hebben jarenlang kunnen werken aan de productie van de oude tv's, maar ook halfgeleiders. Philips heeft Stadskanaal erg laten groeien en zo zijn het Geert Thijs Theater en het Ravaya ziekenhuis opgericht omdat er zoveel nieuwe inwoners in de gemeente Stadskanaal kwamen. Op 31 december 2006 sloot Philips definitief de deuren. De laatste 7 medewerkers gingen 1 dag voor kerst voor het laatst de poort uit. Ed, welkom in de studio. De fabriek is al jaren vergaande glorie. He, daar hebben we het over Philips Stadskanaal. Maar het leeft nog steeds voort. Op welke wijze gebeurt dit heden ten daagse, Ed? Wat bedoel je? Nou, op welke manier leeft Philips Stadskanaal nog steeds voort? Waar kunnen we dat terugvinden? Dat kun je terugvinden bij ons in het museum natuurlijk. Hè? Op het moment gesloten door corona, helaas. Het is niet anders. Ja. Maar volgend jaar hopen we weer gewoon open te zijn. En dan kunnen ze daar alles bekijken.
En verder, ja jongen, als je gewoon op Stadskanaal komt, je ziet zoveel oud-collega's. Ik zaterdagmiddags moet ik niet op de markt lopen van, hey dit en hey dat. En ze lopen me allemaal, en ze groeten me allemaal, en ze maken allemaal een praatje met me. Het is één grote Philips-familie eigenlijk, hè? Ja, ja, ik kan me dat ook een keer herinneren, dat je dat een keer ook noemde, dat eigenlijk iedereen in onze omgeving heeft wel iemand in de familie of vriendenkring. Zeker. Die toch wel in relatie staat tot Philips. En ik denk dat dat ook zo is. Dat klopt, mijn vader heeft er gewerkt, mijn zus, mijn broer, mijn vrouw. Ja. Ikzelf, ik bedoel. Ja. Ja. En wanneer is Philips hier gevestigd? Philips is 65 jaar geleden begonnen, op 14 november 1955. Ze zijn begonnen aan de oude markt hier in Stadskanaal. Dus dat is nu waar de kanaalpassage is en die parkeerplaats daarachter. Daar zijn ze begonnen. Daar stond vroeger de gemeentewerf. Ja. Er waren gebouwen van de gemeente waar onder andere de brandweerauto in stond. En gereedschap en werkplaatsen. En Philips wou snel beginnen. En er waren geen fabrieksgebouwen hier nog. En toen zei de gemeente van, ik maak die gebouwen vrij. Daar mogen jullie in beginnen. Ja. Dus dat was heel snel geregeld. En die gebouwen werden leeggemaakt. En Philips kon aan de slag. Ja. Maar Philips had wel wat voeten in aarde. Hij moest onderhandeld worden met de gemeente Onstwedde, waar Stadskanaal toen onder viel. Eerste instantie leek Winschoten meer kans te maken, maar waarom toch voor Stadskanaal gekozen? Er zijn natuurlijk meer plaatsen in aanmerking geweest toen tijd. Emma wilde ook graag Philips hebben. Maar uiteindelijk is Stadskanaal gekozen door de ligging, vlak aan de spoorweg. Dat was heel belangrijk voor Philips. En de gemeenteraad van Onstwedde toen nog heeft Philips allerlei eisen van Philips heeft die toegewezen. Dus, ja. Maar vooral de plek Stadskanaal aan het spoor was heel belangrijk voor Philips. Ja, we hebben het natuurlijk al even over tijdspad gehad. Inmiddels staat Hielke ook klaar. Want ik denk dat jij het een en ander wel uit hebt gezocht en ons meer kan vertellen over dat tijdspad. Zeker. Hielke. Ik heb even een tijdlijn gemaakt, namelijk de volgende. Komt in beeld, komt hier. Ja, kijk. In 1955 zie je het al. Op 14 november, zoals hij al zei, begon het allemaal. Philips komt naar Stadskanaal. Heel veel gesteggel, Winschoten, Stadskanaal. Hij komt echt naar Stadskanaal. Toen nog gemeente Onstwedde inderdaad. In 1956 start de productie. De officiële productie begon toen. We maken een ongelooflijk grote stap in de tijd, 1978. Toen werden enkele activiteiten al afgebouwd. Dus toen kon je al een beetje zien waar het heen ging. Het kostte ook toen al duizenden banen. Dan gaan we even naar 2000. Enkele activiteiten die nog over waren, die gingen naar China toe. Het was trouwens wel een beetje een trend hoor in die tijd. Heel veel andere bedrijven in het nieuwe millennium hevelden de dingen op naar China. En in 2006, viel het doek. De activiteiten werden helemaal beëindigd. Op de dag voor eerste kerstdag liepen de laatste mensen de poort uit. En ik heb ook even... Maar kijk, zoals hij al zei, er werd een eisenpakket gesteld. Philips kwam niet zomaar hier naartoe. En ik heb even een eisenpakketje, kijk maar. Dat was een flink hoor. Er moest een schouwburg komen, dat is nu Theater Geert Thijs. Er moest een nieuwe woningbouw komen, onder andere Maarsbroek is daar een voorbeeld van. Een vliegveld, eigenlijk een vliegstrip, dat is nu Vledderveen. Sportvelden, sporthallen, een middelbare technische school, het Noorderpoort nu. Het ziekenhuis, wat nu het gevaar is, moest er nog komen. En dat is niet het enige, want het was niet eens plek meer. Ik heb nog meer dingen. Hotel Dopper, toen nog Hotel Dopper, moest grondig gerenoveerd worden. En er moest een spoorwegnet komen met Assen en Groningen. Nu helaas niet meer, maar goed. Dat moest allemaal komen als één bedrijf. Eén bedrijf vroeg dat aan Stadskanaal. Een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld Apple nu hierheen zou komen. Zou zeggen, ja, ieder kind moet een iPhone krijgen en ze moeten allemaal aan de Apple University gaan studeren. Het is een beetje om het daarmee te vergelijken. Het was ongelooflijk bijzonder. Ik denk niet dat we het nog een keer mee zullen maken. Ja. Terug naar jullie. Dat is een behoorlijke tijdlijn, dankjewel Hielke. We hebben Johan ook in de uitzending via Zoom. Welkom Johan. Ook een oud-gediende van Philips Stadskanaal. Als ik jou vraag, wat is het mooiste product wat Philips gemaakt heeft voor jou? Nou, voor mij in eerste instantie natuurlijk de beeldbuis, waar ik mee opgegroeid ben. De eerste 15 jaar heb ik bij Philips werkte. Daar ben ik als het ware doorheen gekropen van begin tot einde. Dus bij de ontwikkeling gezeten, eerst bij de productie trouwens. En daarna bij de ontwikkeling sterk betrokken geweest. En ook bij de proeffabriek aan het einde. En in 87 mocht ik dat helaas overdragen aan het Taiwan-Chinezen, helaas. We spraken elkaar voor de uitzending al even. Nou, gaf je ook heel duidelijk die schifting aan, halfgeleiders en beeldbuizen. Ed, die knikt ook aan tafel. Johan benoemde ook, dat is het grote verschil tussen
Ed en mij als persoon. Ik zat in de halfgeleiders en of net andersom. Ik zat in de halfgeleiders. Jij zat in de halfgeleiders en Johan die is meer van de beeldbuis. Hè. Maar was die schifting zo, was dat er echt op die manier? Die schifting was er natuurlijk. Beeldbuizen dat zijn hele grote, zware dingen. En de mensen die daar werkten, die moesten best wel in de mouwen hebben. Want alles ging nog in het begin met handje. Die beeldbuizen werden uit de lopende band getild, op de machine gezet. En als het proces klaar was, vanuit de machine weer in de lopende band. Nou, die kregen heel wat kilo's door de handen per dag. En halfgeleiders, dat zijn hele kleine dingetjes. Daar moest je hele kleine fijne handjes voor hebben. Dus het was een heel ander slag mens eigenlijk. Ja. En er waren dus twee aparte werelden eigenlijk. Ja. Ja. Die hadden niks met elkaar te maken. Nee, nee. Johan, ik maak al even een sprong naar jou. We hebben net al even het museum benoemd hier in Stadskanaal. Waarom is het eigenlijk opgericht, het museum? Waarom is het zo belangrijk? Nou, het is belangrijk. Het is opgericht omdat wij dus een 50-jarig bestaan hadden. En daar een hele leuke tentoonstelling van gemaakt hebben. En ons daarna afvroegen, wat doen we met al die spullen? Gaan we die weggooien? Wat doen we er überhaupt mee? Dus toen heeft het idee post gevat om een museum erop te starten. En daar zijn we dus officieel mee begonnen in 2007. Ja. 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 Je zei het net al, hè, al die oude spullen, Ed, die knikt ook aan tafel. Lag er zoveel in de kofferbak, wat het museum moest dan, Ed? Nou, er lag nog veel meer waar allemaal verdwenen is, waar we helaas de vingers niet achter konden krijgen. Nee. Want het laatste jaar, zeg maar, is heel wat opgeruimd. Waarvan wij zeggen, oh, wat jammer, dat hadden we ook weer graag willen hebben, maar goed. Het is niet anders. We hebben heel veel kunnen redden, hoor. Ja, nou gelukkig. We zijn in de laatste paar maanden zijn we gewoon door de fabriek gegaan. We hebben alle kasten opengetrokken bij iedereen op kantoor. Dat nemen wij mee, dat nemen wij mee. En zo is het gegaan. Ja, maar naast de beeldbuizen, wat maakt jullie nog meer? Nou, laat even kijken. In het begin, daar zitten we hier voor, hè, 65 jaar, ja. Philips. Toen maakten we relais voor PTI, Philips Telecommunicatieindustrie. Relais zijn elektromagneten met schakelaartjes. Die werden gebruikt in de telefooncentrales. Vroeger, je hebt je plaatje wel eens gezien. Telefooncentrale was de juffrouw die allerlei stekkertjes en ja. Dan kon je de juffrouw bellen en kunt u mij verbinden met die en die. En later kwamen de eerste automatische telefooncentrales. Draaischijf, toestel. En dan ging tik, 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 tik. En al die relaisjes die maakten dan verbinding. En die relais hebben we daar gemaakt in het eerste jaar. Dat duurde maar een jaar, want toen kwam er een bestedingsbeperking van de regering. En toen waren die centrales niet meer nodig. En toen was het werk eigenlijk gedaan voor Philips hier. En toen heeft Philips gezegd van, we hebben ander werk. We gaan halfgeleiders maken, we gaan diodes maken. Ja. Die waren net nieuw, die waren net uitgevonden. En toen zijn ze begonnen aan de Vlederweg in 1956 met het produceren van diodes. En later ook transistoren. En inmiddels waren ze al bezig in 1957, 58 met de Brugstraat plant. En daar zijn ze dus 58, 59 naartoe verhuisd. En diodes en transistoren maken in het begin. Toen is ook de beeldbuizenfabriek opgebouwd. En in 1960 is de beeldbuizenfabriek begonnen. Ja, dat was ook het hoogtepunt van het aantal mensen wat daar werkte? Nee. Kijk, we zijn in 1955 met 20 man begonnen. Ja. In 1960, dus 5 jaar later, hadden we al 2000 man. Ja. In 5 jaar tijd. Ja. Dat is en in enorm. 1970 hadden we 3000 man. Dus 10 jaar maar 3000 man. En toen zijn Johan en ik gekomen en toen is het naar beneden gegaan. En wanneer lag het hoogtepunt qua aantal mensen? 1970. 3000 man. Ja, en op het moment dat jullie binnenkwamen, kijk ik even naar Johan. Toen liep het aantal alweer wat naar beneden. Maar hoe kwam het dan? Waar zat het in? Door de techniek. We gingen mechaniseren, automatiseren, verbeteren. Ja. Al het handwerk ging eruit. Werd overgenomen door machines. Dus je kon met minder mensen en machines kon je veel meer producten maken. Dus uiteindelijk goedkoper. Ja, ja. Als ik kan me nog herinneren, G, hè, als ik dat corrigeer, was het anders is, het, maar er was altijd sprake volgens mij van een Philips winkel en ook. Volgens mij het eigen brandweer volgens mij ook. En een eigen Big Band, als ik het goed heb, of fanfare. Of... Ja, muziek fanfare, zeker. Ja, muziek heel fanfare, groot. Ja, ja, zeker. Ja. Fiesta. Ja. In mijn jeugd heb ik zoiets van, nou, het was een compleet dorp op zich. Ja. Kijk, Philips was ook heel goed in die dingen buiten. Het werk om, hè? Dus er was heel veel sociaal gebeuren. Er was een hele grote personeelsvereniging met allerlei onderafdelingen, allerlei sportonderafdelingen, computerhobbyclub en ga maar door. Dus er was genoeg te doen buiten werktijd. Ja. Dus wij konden elkaar
niet alleen op het werk zien, maar ook s'avonds in het weekend in de vrije tijd. Ja, en allemaal in het begin van de jaren. In het begin van de jaren was er eigenlijk nog geen tv. Dus het verenigingsleven was nou heel hoog in deze gebieden. Dus dit was ook heel belangrijk voor de mensen. Ja. Ja, maar Philips was natuurlijk ook heel belangrijk eigenlijk ook voor Stadskanaal zelf. En voor de middenstand, voor wel, de sportverenigingen. Tuurlijk. En iedereen kon er een beetje van mee profiteren. Ja, ja, ja. Stadskanaal is groot geworden dankzij Philips. Absoluut. Als Philips er niet geweest was, was het een kleine plaatsje geweest. Ja, nou, ik denk dat zeker zo geldt. Maar je had het net al over die sociale verbinding. Ik kijk ook even naar jou. Wat troffen jullie elkaar dan ook buiten werktijd om, Ed en jij? Ja, soms wel. Vooral naderhand. Vooral aan het eind van de rit, toen we gezamenlijk in de ondernemingsraad zaten, toen werden er wel wat overuurtjes gemaakt, ja, inderdaad. Ja. Maar goed, zijn beleving lag wel meer in sport en ik ben niet zo'n sportfanaat, dus wat dat betreft kwamen we elkaar niet zo vaak tegen. Dat is nu anders in ieder geval. Hè. Jullie zijn natuurlijk beide aangeschoven, laat ik het dan zo stellen, in verband met het 65-jarige bestaan. Ja, het, al 65 jaar geleden. Een feest gepland afgelopen week, dus helaas. Ja. Wordt dit nog verschoven, het feest? Ja, 65 plus 1, hè? 65 plus 1, ja, dat geldt voor een heleboel jubilea, volgens mij, plus 1. We hadden een hele weekprogramma op de agenda staan, samen met Streekjes door de Centrum, met de bibliotheek, met de muziekschool, zeg maar. Dus kunst en muziek. En wij natuurlijk. En een heel programma met elke zondagmiddag een lezing. En dan tentoonstelling en al die andere activiteiten erbij, maar alles is in het water gevallen. Ja, ja, het museum is ook dicht op dit moment, denk ik. Ja. Toch wil ik daar nog heel even weer op ingaan. Het is een museum, hebben jullie samen vormgegeven, natuurlijk met een aantal mensen. We hebben net al even gesproken over het belangrijk zijn eigenlijk. Hè. Het gaat natuurlijk over de historie van Philips Heeren Stadskanaal. Wat is er te vinden in die zin? Hè? Hebben we het dan ook over het informatieve stuk bijvoorbeeld? Rondleidingen of lezingen? Of... De essentie van ons museum is dat we mensen rondleiden en het verhaal vertellen. Ja. Je kunt wel langs vitrines lopen en zelf kijken. Ja. En denk je van, wat heb ik eraan? Ik weet er niks van, maar juist het verhaal, de tekst en uitleg en de anekdotes die eromheen zijn, die zijn gewoon leuk voor de mensen. Ja. Nou, ik denk ook vooral de jongere generatie. Want die staan echt met de ogen te kijken, denk ik, wat er allemaal in die vitrines staat. Ja, die weten allemaal niet wat het is. Die weten helemaal niet wat het is, Nee. Dus we hebben ook heel veel scholen gehad, klassen. Zowel lagere scholen als middelbare scholen. En die krijgen een presentatie en een rondleiding. En mogen zelfs soms zelf dingen doen en zo allemaal. Dus, Maar wat ik ook nog zag in een filmpje van jullie museum. Jullie hebben ook wc-brillen gemaakt. Klopt dat? Nou, wij niet natuurlijk. Jullie niet? Nee. Maar wie wel? Wel Philips? Ja, of ook. Want die staan ook in het museum. Ja, klopt. Ja. Klopt. Er was een keer een filmpje van jullie ook. En, klopt. Ik vind er eigenlijk ook meer het rijtje thuis passen. Philips maakte in het begin alles. Alles. Vooral in het begin toen Philips in Eindhoven zat, Eerste Wereldoorlog, toen was er niks te krijgen. Dus ze hadden een eigen glasfabriek, eigen strookkartonfabriek, eigen golfkartonfabriek, alles wat je deed maakten ze zelf. Ze maakten de kasten zelf voor de radio, ze hadden timmerfabrieken, ze hadden alles. En ze hadden dus later, gingen ze over naar die kunststoffen, en bakeliet en later andere kunststoffen. Ja. En als hun fabriek niks meer te doen had, nou, dan gingen die andere dingen maken in die machines. Maken ze wc-brillen en dienbladen en asbakjes en dat soort dingen meer. Ja, de fabriek moest draaien. Creatief. Ja, zeker. Jij vond het nogal vindingrijk. Je had echt de ontdekking van je leven gedaan toen je erachter kwam. Wc-brillen bij Philips. Ik had dat nooit verwacht. Nee. Ja. Dan denk je toch inderdaad televisies, beeldbuizen, noem maar op. Ja, maar niet in het rijtje van wc-brillen. Ja, nee, klopt. Had je dat wel verwacht, Gert-Jan? Ik wist inmiddels wel dat er heel wat dingen over de lopende band waren gegaan. Maar goed, wc-brullen was inderdaad... Ja. Maar dat is niet bij ons, dat was een hele andere vestiging van Philips. Dus, daar had jij nooit mee bemoeid. Nee, zeker niet. Wij waren echt halfglijders en beeldbuizen. Ja. Ja, en er was geen afdeling wc-potten, zeg maar. Heel duidelijk. Nou goed, we hopen natuurlijk op termijn dat de maatregelen wat kunnen versoepelen, zodat, ik kijk even naar jou Ed en ook even naar Johan via Zoom, dat uiteindelijk het feest plus 1 wel door mag gaan. Fijn dat jullie beide konden aanschuiven. Ed, dankjewel aan tafel. Johan, dankjewel via Zoom. En succes in ieder geval ook met de voorbereiding voor de plus 1 jubileum. Ja, zal wel lukken. Dankjewel. Oké, dankjewel. Fly Angel is het nieuwe nummer van Glenda Rollen en via Zoom is aanwezig in onze uitzending. En we gaan haar vragen waar het nummer voor staat.
En aan tafel schuift Rolf Beekman aan en vertelt waarom het zo belangrijk is om vanuit het ANWB-fonds kans te maken op 10.000 euro. Maar volgens mij gaan we eerst naar het weer. We gaan eerst naar het weer met Peter. Het weer 1 op vrijdag en wat was het weer een geweldige dag vandaag vrijdag. De zon scheen, zoals je ziet, we staan lekker op het zonnetje hier in het centrum. Het begon van de week ook wel gunstig. Temperatuur rond de 12 graden. Wat fris, maar dat allemaal voor oktober. We kunnen niet klagen. En natuurlijk die zon. Zullen we die rest van de week ook nog blijven zien? We gaan even kijken naar de vooruitzichten voor komende week. En natuurlijk zaterdag. Het wordt een goede dag. Temperatuur rond de 12 graden. Het voelt er fris aan en het kans op een buitje blijft aanwezig. Dus kijk uit de buitengaard. Zondag wordt wel een bewolkte dag. Kans op bui is meer aanwezig. Temperatuur rond de 9 à graden. Het wordt wat frisser al. De rest van volgende week blijft een beetje wisselvallig. Temperatuur ook rond de 8 en 9 graden. En de eerste nachtvorst kan zich volgende week aandoen. Dat betekent ook dat de plantjes even ondergedekt moeten worden en voorzichtig zijn die nacht met autoruitkrabben misschien. Dat betreft gunstig weer voor volgende week en allemaal eind november zitten we al. Volgende week gaan we even kijken naar december en de vraag is natuurlijk, gaan we in december kou, vries of sneeuw krijgen? We wachten allemaal af. Volgende week meer in 1 op vrijdag. Tot volgende week. Bye bye. Glenda Rowe is een artiest bekend van de Soundmix Show. Zij won in 1985 de eerste Soundmix Show finale met het nummer One Day I'll Fly Away van Randy Crawford. Ze werd als winnares aangewezen door de jury bestaande uit onder andere Willem Duis en Tineke de Nooi. Nu heeft Glenda een nieuw nummer geschreven met een bijzonder verhaal. We zouden Glenda nu ontvangen via Zoom, maar ze is er nog niet. Dus we gaan eerst naar onze gast aan tafel en dat is Rolf. Goedenavond. Goedenavond. Ik noemde het net al even, 10.000 euro uit het ANWB-fonds. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi bedrag. Ja, dat is veel geld. Waar is het voor bedoeld, Rolf? Nou, ik werk bij de buurtzorg hier in Stadskanaal, de Venen. En wij willen graag een duofiets aanschaffen. Hè, voor de oudere mensen hier in de regio. Om de mensen zoveel mogelijk beweging te laten bewegen. Nou hebben we veel mensen hè, die goed wat slechte benen zijn. Die niet meer zo goed alleen kunnen fietsen. En samen met een duofiets, dan zit je naast elkaar, kunnen we die mensen toch de beweging geven. Wat gewoon heel erg goed is hè, voor het lichaam, voor de geest, hè, lekker buiten. Dus dat idee is ontstaan. En toen gingen wij eens op onderzoek uit. En toen kwamen we erachter dat zo'n fiets toch wel heel erg prijzig is. Ja, ja. Nou, toen hebben we via de WMO hier in het Stadskanaal gevraagd. Ja, of ze daar een bedrag voor zouden willen doen. Ja, dat was wel een beetje lastig. Hè? Het is allemaal wel veel geld natuurlijk. En toen zaten we een beetje op een dood spoor. Totdat een collega van mij zei van via de ANWB, hè, die is een soort van fonds. Hè, voor een leuk maatschappelijk project per provincie. Doen ze elk jaar een x-bedrag. Waar wij misschien dus iets mee zouden kunnen. Hebben we gedaan samen met 4 collega's. Projectplan gemaakt. Begroting via de fietsenzaak achter ons, Lennart Kalk. Ja. En die hebben we erin betrokken. Ingediend. En al vrij snel gingen we door naar de laatste ronde. Ja. De stemfase. Ja. Tot 23 november kunnen we stemmen. Dus mensen kunnen via de site van de ANWB kunnen ze hun stem uitbrengen op ons project. 15 december komt daarvan de uitslag. En met een beetje geluk is die 10.000 euro voor ons. Ja, dat zou heel mooi zijn. En we hebben intussen, is volgens mij Glenda ook al in de uitzending. Hielke staat al klaar. Die heeft straks ook nog dingen te vertellen. We gaan eerst kijken of we contact kunnen maken met Glenda. Goedenavond, Glenda. Goedenavond, Gert-Jan. Ja, kun je mij horen? Ja, je bent in de studio hartstikke goed. Fijn dat je even tijd vrij kon maken. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat heel goed eigenlijk. Ondanks of dankzij de corona heb ik een prachtig liedje mogen opnemen. En dat geeft je dan toch weer gewoon zin om van alles te kunnen doen. Te kunnen overbrengen naar het publiek. En daarnaast heb ik ook allerlei leuke projecten met andere mensen, producers, muzikanten. We blijven niet stilzitten. We zijn altijd bezig. Nee, het is een bijzondere tijd, ook muzikaal gezien natuurlijk. Hè? Je gaf het net al even aan, je hebt een nieuw nummer uitgebracht. Hè? Dat is ook de reden waarom je via Zoom bij ons te horen bent. We hebben van tevoren ook even geluisterd, G. Hè? We hebben even gekeken naar het nummer. Wat vind je ervan? Ja, leuk. Maar Glenda, mijn vraag is, waar is die clip opgenomen?
Nou, vanwege ja, de beperking die je hebt om niet al te ver te kunnen gaan. De clip is op de Maasvlakte opgenomen. En even denken, het kerkje, dat was in Den Haag. En voor de rest in Barendrecht, waar ik woon. Ja, ja, want de clip was al heel bijzonder hoor. Een warme clip, maar het nummer zelf ook natuurlijk. Fly Away. De tekst, hè, is die wel wat gecorrespondeerd zeg maar, aan de tijd waarin we leven? Heb je hem vanuit onze periode waarin we nu zitten gemaakt? Of hoe moeten we dat zien? Nou, ik zal je vertellen. Het verhaal is eigenlijk heel gek. Een jaar geleden kreeg ik dit liedje in mijn e-mailbox. En het liedje, hetzelfde liedje, had ik 35 jaar geleden ook als demo ten gehoor gekregen. Van mijn allereerste album, net na het winnen van de Soundmix Show. Alleen dat nummer, dat had ik een mooie plek in mijn hart gegeven, omdat ik het een mooie tekst vond. En ook het melodietje, de refreinen van het liedje, ja, die pakte mij. Dus het was een beetje een lijflied geworden voor mij. En nooit gedacht dat ik het ooit weer op mijn pad zou krijgen. Nou, vorig jaar dus in mijn e-mailbox. En was net een dierbare van mij heen gegaan. Ik had best wel wat verdriet ervan, nog steeds trouwens. Maar ik dacht, ik moet wat met dit nummer. Want waarom komt dit nummer weer op mijn pad? Dus maar heb je er nog iets aan veranderd, aan het nummer? Eigenlijk niet. Het arrangement, we hebben aangepast met die mondharmonica, het koor erbij. Maar eigenlijk verder is er bijna niets aan het nummer veranderd. Nee. Behalve het tijdspad natuurlijk, in die zin. Je zegt van, je hebt hem al een keer ontvangen of vlak na de Soundmix Show. We zijn natuurlijk wel enkele jaren verder, dus de manier waarop 35 jaar! 35 jaar, nou ik denk ik blijf even heel voorzichtig. Maar dan lijkt mij wel dat door de tijd heen dat je het wel anders ten gehoor brengt. Hey, je gaat jezelf ook anders vormen. Goed, Gert-Jan, want ik heb mezelf op Spotify luister je nog naar die oude liedjes. Tenminste, ik luister af en toe nog naar mijn stem, hoe die was. En mijn stem is echt veranderd, inderdaad. Net als een wijn die rijpt. Mijn stem is rijper geworden. Ik denk niet dat het, die 35 jaar terug, had ik het liedje niet kunnen brengen zoals het nu. Nee. De gevoeligheid, de intentie, maar ook dat je weet waar je over zingt. Dat dus. Ja. Ja. Hoe is het liedje ontvangen en wat verwacht je er zelf van? Nou, hartverwarmend, Gea. Echt, ik krijg zoveel mooie, lieve berichtjes. Echt, mensen die het ook gewoon zo mooi vinden. En dat ze zelfs stilvallen. Mensen die echt gaan huilen ook. Ja, eigenlijk alleen maar mooie berichtjes. Het raakt de mensen. Ja, het raakt ze. Maar het is ook die tijd van nu. Die warme deken hebben we nodig om elkaar dat te kunnen geven. En ik doe dat nu via een liedje. En ik doe het ook trouwens ja, persoonlijk, gewoon in mijn buurt. Met mijn familie, mijn vrienden, wie ik kan helpen. Ja, ben ik altijd bezig om toch van mijn medemens of te koken. Ik hou van lekker koken. En als iemand wil dat ik voor ze kook, ga ik voor ze koken. Dan maak ik wat lekkers. Dus dat is het warme dekentje wat je meegeeft. Een begin vooral bij jezelf. Ja, mooi. Zeker. Ja, ik ben fijn dat je even tijd had, vooral om dit te vertellen. En ik hoop van harte dat we het nummer regelmatig voorbij horen komen. Ja, ik hoop het ook. En het enige wat ik wil bereiken, wat ik al zei net, dat de mensen hier troost uit kunnen halen. Mooi. Dat het ze iets meegeeft. Fijn. Dat is alles wat ik wil en wens. Dankjewel, Glenda, voor je tijd. Hey, jullie heel erg bedankt. En heel veel succes, hè? Dankjewel. Succes. Goed. Doei, doei. Doei, doei. Inmiddels staat Hielke ook klaar. In de startblokken, volgens mij. Je staat te popelen om... Dat is letterlijk. Ja, waar ga je het eigenlijk nog even met ons over hebben? Want anders loopt het een beetje door elkaar heen. Ja, over Glenda natuurlijk. Dat was eigenlijk de originele bedoeling. Maar goed, we gaan het even over Glenda hebben. Want ze was natuurlijk de winnares van de Soundmix Show. Ja. Maar wat er niet bij vertelde was dat ze daarmee niemand minder dan Gerard Joling achter zich liet. En ja, als je zijn soundcheck hoort, dan snap je misschien ook wel waarom. Zo, weer opletten. Ja. Iets even eerder. Dus, kijk, dat is natuurlijk wel het dingetje. Kijk, ik snap best als je thuis alle glazen laat knappen van alle mensen thuis in de huiskamer, snap ik best dat je tweede of derde wordt. Maar we horen nog wel heel veel van hem natuurlijk. Dat is wel raar als je derde wordt. Artiesten hebben het sowieso zwaar in deze tijd. Dat is een gegeven. Wat doe je dan? Je zoekt sociale media op. Toch jongens? Sociale media? Ja. Sociale media zoek je op. En dan ga je vaak live op Facebook. Maar jongens, let er dan op. Bereid je goed voor.
En heb gewoon een goede oplader bij je. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein. Kleine jongen. Kleine jongen, op school al zul je merken dat alles draait om cijfers en om macht. Ja, super dit, hè? Echt. Hebben we een verlengsnoer of zo? Geloof me maar. Nou ja, de stroom viel uit. Zo zie je, maar alles is live hier. Je moet maar denken dat jij straks later groot bent. Ik weet de hele tekst ervan niet meer, joh. Geloof me maar. Oké. Kleine jongensong trouwens. Maar dit was Rutger van Barneveld. Ik ben altijd blij dat onze Rutger het altijd beter voor elkaar heeft, of niet? Ja, zeker. Ja. Absoluut. Als hij niet gaat zingen, vind ik het. Dat is waar. Zolang hij dat maar doet, dan is het geweldig. Top? Ja, hè? Goed, hè? Nou, jongens, terug naar jullie. Goed, goed. We gaan nog even weer aan tafel. Rolf, gelukkig, je zit er nog steeds. Maar spannend. 15 december, dus de uitslag. Ja. En dan weet je dus of jullie dus die 10.000 euro kunnen krijgen voor de duofiets. Maar hè, de kijkers, die zien jou dit nu vertellen en denken van, kunnen zij daar nog iets aan doen? Nou ja, de kijkers, hè, dat is eigenlijk ook de oproep. Ja. Als je nog niet hebt gestemd, breng alsjeblieft je stem uit. Op www.anwb.nl/stem. En dan het project in Groningen. Er zijn twee projecten. En ons project heet In Beweging met de Duofiets. Nou, stem daar alsjeblieft op. Heel belangrijk. Heel belangrijk. En uiteindelijk alle stemmen bij elkaar. Het is niet zo dat degene met de meeste stemmen het bedrag heeft gewonnen. Oké. De adviescommissie van de ANWB die gaat alsnog zelf wel kijken. Per provincie van nou, welk project moet hem hebben. Maar het helpt zeker mee. Ja, het scherm achter je laat ook even de duofiets ook zien, ja. Zeg maar. Ja. Mensen komen dan ook meer buiten, denk je? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, in dit geval, hè, de foto's die ik net zag, dat is van een echtpaar die dan toevallig bij ons in zorg zijn. Die fietsten eerder samen altijd heel veel. Maar door de ziekte van die mevrouw kan dat niet meer. Die kan niet meer zelfstandig fietsen. Nou, en als je dan een duofiets hebt, hè, dan kunnen ze samen op de fiets. Meneer als mantelzorger kan samen nog met zijn vrouw genieten van het leuke weer, van de omgeving. Nou, en dat willen wij eigenlijk graag bieden voor alle mensen hier in de regio. Dus het is uiteindelijk, stel dat we de fiets krijgen, is het uiteindelijk voor alle oudere mensen hier in de regio, mensen die slechte been zijn, willen we dat graag aanbieden. Nou ja, en als het een succes wordt, wie weet wat er in de toekomst nog gebeurt. Misschien hebben we straks wel 10 van die fietsen. Ja, dat ja. Zou fijn zijn. Ja, ja, nou, wie weet. Komen jullie straks overal tegen? Ja, ja. Is dat kanaal op de duofiets? Ja. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Ja, het is gewoon goed dat de mensen, dat ze blijven bewegen. En dat is eigenlijk het doel. Ja, dat is de belangrijkste argumentatie, denk ik. Ja. Nog even weer. De kijker die gaat stemmen, maar je moet hem nog even weer herhalen natuurlijk. Waar gaan ze naartoe? www.anwb.nl/stem. En tot wanneer kan er gestemd worden? Tot 23 november. Tot 23 november. Ja, dus dat is nog een paar dagen. Dus ja, vooral je stem uitbrengen. Hebben jullie ook al gestemd? Nou, dat gaan we nu doen. Gaan we nu doen? We weten nu waar we naartoe moeten. Yes. En dat is het belangrijkste. Ja. Daar gaat het om. Met een schuin oog kijk ik even naar ons podium. En volgens mij staat hij al klaar. Ja, hij staat klaar. En een prachtig nummer. Your heart is safe with me. Succes. Dankjewel. Some say loving someone, it only brings you heartache. Pain when the one you love wither away. I'm not sure if I'll be able to lift that heavy veil of grief, but I'm willing to try it. Your heart is
safe with me. You face death and fire and dishonesty. It formed you to this wonder you're now. I will pick that fruit, enjoy my every second with you. You're perfect and I love you anyhow. And your heart is safe with me. Is your heart is safe with me? Is your heart safe with me? And my heart is safe with you. Timo de Jong maakt country, folk en rock'n'roll muziek, geïnspireerd door de jaren 60, maar dan in een eigentijds en verfijnd jasje gestoken. Zijn diepe, warme zangstem doet denken aan de befaamde kroners van begin vorige eeuw. Hij trad al meer dan 600 keer op, waaronder 3 keer Eurosonic Noorderslag en meerdere tours door Engeland. Op amuserende wijze zorgt Timo voor een aangename huiskamersfeer tijdens elk optreden. En aangeschoven is Timo de Jong, onze artiest. Timo, welkom. Dankjewel. Wat ik zo inspirerend vind in jou, dat jij zo weg bent van de jaren 60. Waar komt dat vandaan? Weet ik niet. Vroeger is alles beter. Is een beetje een. Ben ik het niet helemaal mee eens. Maar qua muziek vind ik dat het toch wel voor een groot deel opgaat, denk ik. Het is zo dat ik hou van country muziek. Maar ik hou niet zo van moderne country muziek. Want moderne country muziek gaat voornamelijk over pick-up trucks en hele strakke spijkerbroeken. Mm-hmm. En het is een beetje eenheidsworst. En ik heb het gevoel dat dat vroeger misschien wat minder zo was. Ja. Maar heb je ook een bepaalde associatie dan met de jaren? Wat, hè, als we kijken naar je microfoon en nou, je pak even het cassettebandje erbij wat er ligt. Kijk naar je double-breasted kostuum. Het zijn toch wel redelijke associaties met retro. Ja. Ja, ik denk dat het is gewoon, ik vind de stijl gewoon mooier, zeg maar. Dus ik, een V-hal staat mij niet. Nee. Ja, dan is dit de volgende stap. Ja. Maar jij pakt gewoon nummers uit de jaren 60, maar je doet wel een beetje in een modern jasje. Ja, nou, het zijn mijn eigen liedjes hoor. Dus ik schrijf gewoon wat ik voel. Alleen wat eruit komt is dus vaak inderdaad wat ouderwetsig te noemen. Nou, ouderwets vind ik ook weer een gemeen woord. Maar... Het is gewoon echt jouw stijl. Ja. Yeah. Gewoon wat bij jou past. Dat hoop ik. Je portfolio is ook wel indrukwekkend. Je hebt door Nederland getoerd, maar volgens mij ook door Engeland, als ik dat goed gelezen heb. Ja, even kijken, nu 3 keer. 3 keer. Hoe is dat anders dan Nederland? Kun je daar het verschil in aangeven? Ja, het is zo dat je hebt in Engeland heb je iets dat heet een micropub. En dat is een café ongeveer zo groot als deze ruimte. Mensen thuis weten misschien niet hoe groot deze ruimte is, maar gewoon één kleine ruimte. En daar traden we veel op, want die heb je gewoon op elke hoek van de straat, bij wijze van in elke woonwijk heb je 3 pubs in Engeland. En dat was heel leuk en intiem spelen, want ik hou van intieme optredens. En het cultuurtje is daar ook veel meer, er wordt sowieso veel meer muziek gemaakt dan hier. Dus dat was wel, ik had wel het gevoel dat er meer waardering was. Wat voor publiek trek jij? Ja. Goeie vraag. Moet ik iets wat jonger, wat ouder, net zo jong als ons? Ja, 30 is dit, denk ik. Ja, 35. Ja, mag blijven. Nee, ja, ik denk, als ik heel eerlijk ben... kijk, ik ben geen Billie Eilish natuurlijk. Dus ik denk dat het vanaf de 20, 25 ergens begint. Tot, het graf.
Ja, je hebt het net al over de pubs, maar ik schat het ook wel zo in dat je ook wel de festivals wel bij langs gaat, denk ik. Ja. Eurosonic, jou niet onbekend. Pagenfestival, Stadskanaal. Pagenfestival, kijk, het hoogtepunt benoem je gelijk wel even. Ja. We gaan nog even weer terug naar het wat kleinere Eurosonic. Hoe ervaar je zoiets? Hè? Het zijn natuurlijk, het zijn wel de spotlights. Ja, nou ja, sorry, ik ga een beetje verwend doen. Ja, dat mag. Maar Eurosonic is heel leuk als je een grote act bent die zijn zaken goed voor elkaar heeft. En op de plekken waar ik gespeeld heb, was ik nog niet zover dat ik precies wist waar ik aan toe was en wat ik moest doen om het maximale uit Eurosonic te halen. Dus dan ben je gewoon een onbetaald optreden aan het doen. Ja. Hoe lang zing jij al? Hoe lang ben je al artiest? Ik ben solo artiest nu. In 2021 ben ik dat 7 jaar. Ongeveer. 7 jaar? Ja. Waar wil jij naartoe? Wat is jouw droom? Leven van de muziek. Nou, dat doe ik op zich al. Ik vind het leuk om heel veel op te treden. Dus ik wil het liefst. Voor 2020 had ik gemiddeld 120, 130 optredens per jaar. Nou, dat werd hem eventjes niet meer dit jaar. Nee. Ik denk dat dit 21 of 22 is voor dit jaar. Dus heel veel optreden. Ik hoef niet per se Ziggo Domes te vullen of weet ik veel wat. Ik wil gewoon lekker mijn eigen muziek kunnen maken en opnemen wat ik wil. En jouw eigen muziek bestaat uit je eigen gevoel of de beleving. Hoe maak jij je nummers? Ik ga gewoon zitten met mijn gitaar op schoot. Meestal, ik heb geen rijbewijs. Dus ik zit veel in de trein en de bus. En dan dat de momenten dat veel songideeën tot mij komen. Gewoon zinnetjes of invalshoeken, zeg maar, om een liedje over te schrijven. Nou, en dat maalt dan wat rond. En dan ga ik zitten met een gitaar op schoot. En dan ga ik puzzelen. Ja. Eigenlijk begin je eerst met de tekst. Dat komt een beetje tegelijkertijd. Dus ik begin met een invalshoek. Dan ga ik gitaar spelen, dan ga ik neurien en dan schrijf ik daar de tekst bij. Ja, en de gitaar gaat altijd met je mee? Ja. Nu zit je natuurlijk in het zuidoosten van Groningen. Dat betekent dus straks als jij terug gaat naar huis, dat je dus in de trein en de bus een compleet album kunt schrijven. Ja, want zo lang ben je wel onderweg, denk ik. Gewoon weer een cassette erbij. Ja. Even de laatste vraag, voordat je straks ons podium weer gaat betreden. Er was een periode dat vinyl ineens weer heel spannend was om te maken. Inmiddels is dat alweer ingeburgerd, maar ik zie gewoon een cassettebandje op tafel liggen voor jou. Cassette is het nieuwe vinyl. Ja. Ja, prachtig. Dat is, waarom? Ik woonde dus in Leeuwarden. En in Friesland heb je een stichting geheet Friesland Pop. En zij hadden een soort van open call voor muzikanten of creatievelingen die iets konden doen tijdens de eerste lockdown. Waardoor ze toch nog producten konden maken, zeg maar. En ik liep al een tijdje. Ik ben redelijk makkelijk in liedjes schrijven. Ik had al wat liedjes liggen en toen dacht ik, een hele cd maken en zo en in de studio, dat gaat hem nu even niet worden. Maar iets op tape, dat leek me wel heel tof. Omdat dat een hele pure manier is van opnemen. Dus ik heb het gewoon in mijn huiskamer opgenomen. 1 microfoon, rekplay tegelijkertijd indrukken en go with the banana, zeg maar. Ja. En zij hebben dat dus mogelijk gemaakt. Dus het is heel erg dankzij dat Friesland Pop dat ik het uiteindelijk gedaan heb. En ik ben er heel blij mee. Het is echt een tof ding geworden. Mooi. Dan ga je straks nog een keer weer horen. Ja. Weet jij inmiddels wat Timon gaat spelen? Of ja, zingen? Ik weet het niet. Zeker weet ik dat. We all are going to die. Goed, gaan we straks naar luisteren. Mooi. Wat gaan we eerst doen? We gaan eerst naar het nieuws. René staat weer klaar en die gaat vertellen over het nieuws. Goedenavond. Bij een verkeersongeval op de kruising van de N378 met de tweede dwarsdiep in Gasteren-Nijveensemond is donderdagochtend een auto in een sloot beland. Door een onbekende oorzaak zijn op het kruispunt 2 auto's tegen elkaar gebotst. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Het is onbekend of er mensen naar het ziekenhuis zijn overgebracht. De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek. Op zondagmiddag 29 november pakt het streekhistorisch centrum na de gedeeltelijke lockdown de reeks van zondagmiddagactiviteiten weer op. Op het programma staat een lezing door mevrouw Dirkje Mulder-Boers met als titel De grens getrokken. De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Stadskanaal.
Onze RTV1-collega Wim Gelling zit deze week maar liefst 30 jaar in het vak. Dat is jullie vast ook niet voorbij gegaan. Nee, dat is wel zeker... Niet voorbij gegaan. Nee, is niet voorbij gegaan. Nee. Nee, normaal was hij hier ook wel weer bij ons geweest, maar dat mag natuurlijk nu niet. Nou, hij is natuurlijk vooral bekend van het zondagochtendprogramma Bewogen Hart. Dat begon voor Wim allemaal op 18 november 1990, toen RTV1 nog de lokale omroep Kanaalstreek heette. Wim, ik weet dat je kijkt. Voor ons, of namens ons allemaal, van harte gefeliciteerd met je 30-jarig jubileum en op naar de volgende 30 jaar. Jeroen Rusjen kenden we nog zoals de zanger Spikey Spike. Regelmatig stond hij samen met Maddie Madpack in de hitlijsten bij hip-hop radiostation Fun X. Rusjen ging hierna verder als producer en schreef vele liedjes voor regionale artiesten. Hij staat nu ook achter het grote landelijke succes van zanger Tino Martin en dat leverde hem dinsdag een gouden plaat op. Het album Voor Iedereen is inmiddels 70 miljoen keer afgespeeld op Spotify. Een wel heel vreemd voorval heeft zich dinsdagochtend voorgedaan aan de Hoofdstraat in Stadskanaal. Verschillende ramen van de flat Raadhuis zijn uit de sponningen gekomen en naar beneden gevallen. Het gaat hier om enkele ramen van de 9e verdieping. Een deel van de bestrating bij de flat is uit voorzorg afgezet met linten. Hoe de ramen losgekomen zijn is nog niet bekend. In het COA-complex in Ter Apel zijn 11 bewoners positief getest op het coronavirus. Dat is daar het hoogst aantal positief geteste bewoners sinds het begin van de virusuitbraak. Alle besmette asielzoekers zitten momenteel in isolatie. Nog eens ruim 70 bewoners zitten preventief in quarantaine. Dit was het nieuws voor vandaag. Check voor meer nieuws onze website rtv1.nl. Volg ons via Facebook, Twitter en Instagram. En u kunt altijd even een berichtje sturen naar studio@rtv1.nl. Voor nu alvast een heel fijn weekend. Dankjewel, René. En Timo staat voor ons klaar voor het volgende nummer. Timo, het podium is voor jou. Het komt bijna klaar. Bijna klaar. Succes. Okay, we're all gonna die. Komt-ie. Gee, ain't it heavy, this big bad world of ours. It's been crime and death and pillaging since the start. We've been bashing each other's brains and we've been fools and we've been cowards. And I almost forgot to mention all the wars. All the trees are gone, the animals too, and the rivers are dry. But there's money to be made, so we don't care. There's diseases, plagues, and pestilence we've been dominated by. And in the end, we're all gonna die. We're all gonna die. We're all gonna die. Gee, ain't it frightening, this doomed and dying earth. Forest fires, tsunamis, and hurricanes. Brainwashed by the media since the days of our birth. We've been driving cars and we've been flying planes. All our leaders are pure evil, they're all wicked and vile. And I won't start about the corporations too. There's misleading, cheating, two-timing and nothing but lies. And in the end, we're all gonna die. We're all gonna turn around, say this place is holy ground we're on. Heal the world, make it a better place for you, for me, the entire human race. But until that day comes, I'll be singing this song. Where I go. Go.
Dit was 1 op vrijdag. Maandagavond om 7 uur zijn we er weer met 1 op maandag. En vrijdagavond zijn wij er weer met 1 op vrijdag. Fijn weekend, tot volgende week. Tot volgende week.